Ze worden uitgedaagd door Thierry Baudet. Het conservatieve wonderkind is tegen open grenzen. Is deze euroscepticus echt een der slimste mensen? Welkom bij de slimste mens. Goedenavond en welkom bij de slimste mens. Met vanavond een nieuwe uitdager die de controverse niet schuwt. Zo is het toch, Thierry? Ja, tuurlijk. Je moet altijd dingen proberen te zeggen en te denken die niet vanzelfsprekend zijn. Anders dan ben je overbodig in het debat. Ja, enigszins provoceren is je ook niet vreemd, hè? Nee, maar dat verbaast mezelf altijd. Want ik denk dan, wat ik zeg is heel evident, is heel logisch. En dan worden mensen ineens heel boos. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel raar. Maar ja. Je bent dus historicus, je bent jurist, je bent een gevreesd polemist en euroscepticus tegen de Europese Unie, zo mogen we dat toch wel stellen. Ja, ik zeg zelf altijd euronihilist, want ik ben gewoon tegen de Europese Unie. Ja, kijk. Was je tevreden over de uitslag van de Europese verkiezingen van afgelopen mei? Nou, ik denk niet dat die verkiezingen heel veel uitmaken. Ik heb zelf ook niet gestemd, omdat het Europees Parlement, ik ben daar gewoon tegen. En ik vind dat het Nederlandse parlement uit de Europese Unie moet stappen. En dus binnen het Europees Parlement kun je niet zoveel aan veranderen. Maar ik was wel heel tevreden met de manier waarop het debat gevoerd werd. Ik denk dat heel veel mensen zijn gaan zien dat die Europese Unie op de verkeerde weg zit. En dat is denk ik heel goed. En ook de jury zit klaar. Trends zijn voor de domme. Mode interesseert hem geen fluit. Zoals zijn moeder zou zeggen. Jongen, je zit er niet uit. Maarten van Rossum. Ja, Maarten, jij bent een onvervalste pro-Europeaan. Dus wat dat betreft zit je precies op het andere spoor als Thierry. Maar jullie zijn het eens over één ding. Jullie zijn allebei tegen moderne kunst. Kun jij even zeggen wat je daar zo tegen hebt? Ik ben in feite een iemand die diepe twijfel koesteren ten aanzien van abstracte kunst. Ik denk wel dat abstracte kunst een onvermijdelijke ontwikkeling was op een bepaald moment, maar dat het een doodlopende steeg is, dat het niets oplevert, dat het uiteindelijk oninteressant is. Je ziet ook dat de schilderkunst en ook andere kunsten in allerlei opzichten zijn teruggekeerd van dat idee dat abstracte kunst een soort van hoogtepunt van de totale kunsthistorische ontwikkeling was. Het is duidelijk, je hebt je punt gemaakt. En onze nieuwkomer, Thierry Baudet, mag beginnen. Oké. Daar komt hij, Thierry. Go. Ja. In februari 2007 maakte Bram Moskowitz tijdens een veelbekeken persconferentie bekend dat hij stopte als raadsman van Willem Holleder. Bij deze gelegenheid gaf hij ook zijn mening over het vonnis in de zaak die hij had aangespannen tegen journalist Jort Kelder. Hij vatte die mening samen in twee woorden met het veelgeciteerde infaam en abject. Dat is goed. Tegenwoordig hebben kappers het over highlights. Maar hoe noemde men de, vooral in de jaren 80, populaire coupe, waarbij er blonde strepen in het haar werden aangebracht? Permanent. Nee. Koepselij. Het is te laat, helaas. Je hebt recht op één antwoord. Ik ga door naar Maurice. Koepselij. Ja, dat goed van je. Ik wist hem, ja, hoor. Ja. Ja. Ik ben blij dat je zo'n talentvolle buurman, ja, hebt. Ja. Voor 10 seconden, wat is een flexitariër, Maurice? Een flexitariër? Ja. Iemand met flexibele werktijden? Geen idee. Nee. Erik? Iemand die zichzelf in een koffer kan verstoppen. Die bestaan, hè, die, ja, mensen. Ja. Die, ja, dan heb je het meer over souplesse, heb ik een soort idee. Weet jij het, flexitariër? Ja, ja, dat, ja, is? Iemand die in principe vegetarisch is, maar niet altijd. Dat is helemaal goed. Maarten. Ja. Ja. Ja, Maarten van Rossum is eigenlijk een soort flexitariër. Die is in principe, is die, hoe heet het, vegetariër, maar hij houdt zich er niet aan. Dat is ook zoiets. Volgens mij noem je dat gewoon inconsequent, maar dat, alle grote denkers zijn inconsequent. We gaan verder. Thierry. Volgens veel muziekkenners maakte Peter Koelewijn met Kom van dat dak af de allereerste echte Nederlandse rockplaat. Wat was de naam van Peters vaste begeleidingsband in die tijd? Doe maar. Nee. Maurice. Oh, Peter Koelewijn. Rockets? Ja, de Rockets, dat is goed, ja. Peter en zijn Rockets, dat waren ze, ja. Kom maar, kaf. Ja, zo was het ongeveer. Ik krijg helemaal geen applaus, hoor. Nou, ja. Ja. Geef
geef ik hier even een stukje rock weg. Sorry. Goed, we gaan verder met Maurice. Welke ex-voetballer nuanceerde zijn rol als voetbalanalist als volgt? Als ik thuis kom van een televisieanalyse, vraagt mijn vrouw... wat heb je gezegd? Dan zeg ik, al sla je me dood. Hans Kraaij junior. Nee. Ik vind het heel goed dat ik een naam weet. Ja, 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 nee, hij zou het gezegd... Nee, hij zou het niet gezegd kunnen hebben. Erik. Johan Derksen? Nee. Nee, nee, nee. Leo Beenhakker. Nee, nee. Hij wist het zeker, maar dat is hem niet. Nee, het is, ook. Het is de grootste filosoof die we in dit land hebben. Te weten, Johan Cruijff. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ja. Wij gaan verder. Maurice, voor 10 seconden. De stad New York bestaat uit 5 stadsdelen. Oftewel, hoe moet ik het uitleggen? Boroughs. Boroughs, ja. Juist. Dat zijn Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Queens en... Wat is de ontbrekende 5e? Brooklyn. Nee, oh. Die had ik al gezegd. Ik zei Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Queens. Heb ik niet maar ja, goed gehoord. Jouw beurt is voorbij. Erik. De Bronx? Ja, dat is juist. Ja. Wel eens geweest in de Bronx? Nee, maar ik vind het wel een mooi woord. De Bronx. Dat klinkt al lekker. Ja, zeggen ze het zo daar? In de Bronx. Ja, zeggen ze het zo daar? Nou, dat is een beetje... Ik zit iets te veel swagger in, zou ik zeggen. Ja. Wij gaan verder. Erik. In een onderzoek uit begin 2014 werd overgewicht in combinatie met politieke voorkeur onderzocht. En wat bleek? 66% van de PVV-stemmers leidt aan overgewicht. Maar welke partij is met een electoraat dat voor 61% uit zware jongens en meiden bestaat een goede tweede? De SP? Ja, hoe kom je daar zo op? Nou ja, het zijn toch twee uitersten in het politieke spectrum die elkaar een beetje de hand geven, op een bepaalde manier. Ja, je mag dat natuurlijk niet zeggen, maar ik wil ook niet zeggen dat er in Nederland een grote underclass is. Maar het is, laten we zeggen, de onderkant van de bevolking. En die heeft in het algemeen aanzienlijk slechtere eet- en leefgewoonten dan de rest van de bevolking. Als je weet dat in Amsterdamse achterbuurten, daar worden mensen gemiddeld 6 jaar minder oud dan in de dure wijken van Amsterdam. Laat staan een Apeldoorn, dan gaat niemand meer dood. En dat heeft met het eetpatroon te maken? Met het leefpatroon in algemene zin. Ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik nog studeerde... toen stemde ik ook al op de SP. En toen woonde ik ook zo ongeveer in de snackbar. En dan woog ik ook meer dan 100 kilo. Dus wat dat betreft klopt het wel. Oh, het is, ja, nou. Nee, het klopt helemaal. Nou, dan gaan we meteen verder met jou. Dit is een luistervraag. Luister even mee. Daarna stel ik de vraag. Ja, dit klassieke werk geldt als het volkslied van Europa. Maar welke symfonie is het en wie was de componist? Ode aan die Freude? Van Bach? Dat is niet helemaal het antwoord, zal ik maar zeggen. Maar we komen nu bij Thierry terecht. Ik weet zeker dat hij het weet. Het is de 9e symfonie van Beethoven. Ja, dat klopt, ja. Je houdt van klassieke muziek. En dit wordt het Europese volkslied naar de benen genoemd. En, hoe erg moet dat voor je zijn? Ja, het feit dat Erik het niet weet, toont wel aan dat het natuurlijk nergens op slaat om het Europese volkslied te noemen. Ja, maar, ja. Ja, zo rit je je er aardig uit. Wij gaan verder. Ik had een belletje verwacht. Maar Er hoort ook tekst bij. Maar ja, dit is een, hè, daar wordt hier ook bij gezongen in die symfonie. Ja, alle mensen weer de broeder. Alle mensen ja, daar kan je niet tegen zijn. Alle mensen worden broeder. Daar kan je niet tegen zijn. Nou, de zusjes niet vergeten. Hè, dus, Nou ja, mensen in de breedste zin van het woord. Niet waar? Ja? Nee? Je gelooft daar niet in. Nou, de tekst komt oorspronkelijk van Friedrich Schiller... die het zelf later in zijn leven een enorme kitsch vond. En echt zoiets hadden we, daar moeten we niks meer... En dat vind ik, dat is natuurlijk meer zoet. We worden allemaal, het is een beetje Michael Jackson, weet je. We gaan allemaal elkaar huggen en ja, het is natuurlijk niet... yes! Als het zo is dat de EU er tenslotte op uitkomt dat we allemaal gaan huggen... dan vind je mij aan je zijde... voorzien van een lichtsaber, een sabel. Okay. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het is een ellendige gewoonte die uit de Verenigde Staten afkomstig is... om voortdurend, zonder dringende aanleiding... mensen vast te houden, op te bekloppen. Nou ja, gaan ze maar door.
Dat moet echt tot een minimum beperkt worden. Thierry, voor 10 seconden. Wat is de medische term voor het verstijven van het menselijk lichaam na overlijden? Dat weet ik. Dat is... Maurice. Rigor mortis. Ja, dat is het. Ja. Ja, dat zijn die dingen die je weet en dan komt het er niet uit. Ja. We gaan met jou door, Maurice. Hoe worden de 4 kabinetten aangeduid die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse regering ballingschap vormden? Nee. Erik. De Guy Voortman? Nee, ik weet het ook niet. Nee. Ik vraag het aan de historicus Baudet. Gerbrandy. Nee. Het was het Londense kabinet of de Londense kabinetten. Zo simpel was het. Hè? Die 4 kabinetten die daar in Londen hebben gezeten. We gaan verder. Maurice, het hoeveeljarig jubileum viert de stad Almere dit jaar? Het 25-jarig jubileum? Dat is niet juist, Erik. 40 jaar? Dat is niet juist, Thierry. 50 jaar? Nee, had nou maar 30 jaar gezegd, dan had je het goed gehad. Ja. Almere is ooit door de Volkskrant uitgeroepen tot lelijkste stad. Heb jij iets opbeurends over Almere te melden voor de bewoners daar? Ik heb meerdere malen gesproken in de bibliotheek van Almere. Ten eerste was het elke keer weer even moeilijk om die te vinden. Nee, dat is echt onzin. Als je vanaf het station loopt, is het 30 meter. Voor de bejaarde spreker viel het niet mee in ieder geval. Ik kan niet anders zeggen. En ja, Almere heeft zo'n ja, ik heb er geen ander woord voor, zo'n van God verlaten centrum, waar dan na 9 uur 's avonds een soort kille wind opsteekt en van die papieren rondfluisteren over de grond en dan her en der nog een vertrapte halve kroket en een magere hond, nietwaar, die zich licht jankend om de hoek bevindt. Maar ik vroeg je om iets. Ik vroeg je om iets opbeurends over Almere te zeggen. Ik moet je zeggen dat ik elke keer weer verdwaald ben in Almere. En het leek me dat het woord verdwaald eigenlijk ook als metafoor voor de hele stad geldt. Dank voor deze opbeurende woorden. Maurice, voor 10 seconden. In welke Duitse stad staat de imposante Dom, die is voortgekomen uit de hofkerk van keizer Karel de Grote? In Keulen. Nee. Ja, dan was die andere. Ja. Erik. In München? Nee, Thierry. Aken. Ja, dat is goed. Ja. De volgende vraag. Het is niet aan haar af te zien, maar welk wereldberoemd modepopje werd op 21 januari 2014 50 jaar? Marilyn Monroe? Nee, die heeft de 50 niet gehaald. Die is al dood. Marilyn Monroe, ja. Al vrij lang. Dat was je ontgaan. Ja. Dat was je ontgaan, ja. Maurice? Barbie. Barbie, ja, de Barbie-pop, ja. Heeft even jullie nog met Barbie-poppen gespeeld? En duh. Ja? Daar wil ik alles over weten, Maurice. Nou, ik heb er een leuke anekdote over. Graag. Ik was een jaar of 9 en toen vroeg ik aan Sinterklaas een Barbie-pop. En toen kreeg ik Ken. En dat zou ik nu misschien leuk hebben gevonden, maar toen nog niet. Want ik wilde gewoon leuk zo'n Barbie waar je kapsels mee kon maken. Nou, daarna is dat goed gekomen met kerstcadeau. En ik heb daar jaren plezier van gehad. Prachtig. Wij gaan verder met Maurice. Vergeet Jan, Piet en Klaas. Amazing, bliksem en wonder zijn enkele namen die ouders de laatste jaren voor hun kinderen hebben bedacht. Welke bijzondere naam gaf rapper Gers Pardoel zijn zoon in 2013? Je weet het, het komt ja, ik kom ja. Niet. Zondag? Nee. Nee. Erik? Nee. Nee. Skyler? Nee, het is goud. Ja, hij vond dat kind een kind van goud. Ja, dat kan. Goud kom je buiten spelen. De laatste vraag van deze ronde voor 10 seconden. Hoe noemen we de nagel van een hert? Een hoef.
Ja, dat klopt. Helemaal goed. We kijken naar de tussenstand. Erik heeft 10 seconden gescoord, Maurice 20 seconden en Thierry ook 20 seconden. Dat betekent 70 seconden voor Erik, 80 seconden voor Maurice en eveneens 80 seconden voor Thierry. En we gaan naar de tweede ronde. In deze ronde Open Deur zijn we te gast bij 3 bekende Nederlanders. Zij stellen in deze ronde de vragen. We zoeken 4 antwoorden, elk goed voor 20 seconden. Dit is vanavond ons toptrio, oud-premier Dries van Acht, cabaretier Philippe Geubels en drievoudig Olympisch kampioene Ankie van Gunsven. Erik, jij hebt voor een keer het minste aantal seconden, dus jij mag de eerste keus maken. Dries van Acht. Daar komt-ie. Boeken over Israël en de bezette gebieden heb ik heel wat. Ik heb er zelf één over geschreven. Een schreeuw om recht heet het. Jimmy Carter heeft er ook één geschreven. Peace, not apartheid. Hij bemoeit zich heel veel met deze zaak. Wat weet u van Jimmy Carter? Ja, wat weet je van Jimmy Carter? Het was een Amerikaanse president, een democraat. Ja. Hij was president voor Reagan. Was ook president tijdens de Iran-affaire. De contra-affaire in Iran. Pas. Thierry? Hij was een pindaboer. Pas. Ja. En Maurice? Pas. Ja, hij heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen voor de Camp David-akkoorden tussen Israël en Egypte. Wij gaan verder. Maurice. Ankie van Gunsven. Daar komt ze. Recent ben ik in Canada nog een heel stuk op zee wezen varen. Dat is wel een beetje spannend. Ik vind het heel erg leuk, maar dan wel graag met een goede afloop. Wat weet u van de Costa Concordia? Dat was een schip wat in Italië een ongeluk heeft of gezonken is. Ja. De kapitein heeft het schip verlaten. Mm-hmm. Er zijn veel doden bijgevallen. Het was een cruiseschip. Pas. Erik? Die kapitein wilde een groet brengen aan een eilandje. Schettino heette die kapitein. Justine Pelmelei was aan boord. Pas. Ja, Thierry. Pas, ik weet niks. Ja, er was een rechtszaak tegen de kapitein. En het eilandje was Giglio. Ja, ooit met een cruise mee geweest? Ik word al misselijk als ik een schilderij met een schip erop zie. Dus dat is aan mij niet besteed. Oké. Okay. Voor de mensen die de app spelen via telefoon of tablet. Zojuist waren dit de antwoorden op de vraag van de dag. De naam van de winnaar is nu te zien op de site. En de laatste open deur is voor Thierry. Ik ben zelf echt verzot op biffen. Biffen, biffen, biffen. Elke kans die ik krijg om te biffen, dan biff ik. En ik ben niet alleen. Wat weten jullie over de chihuahua? Zeg het maar, Thierry. Het is een kleine Japanse hond die... dat is het. Stop, bef. Maurice. Een kuttenlikkertje. Hè? Wat? Een kuttenlikkertje noemen ze dat. Oh. En Paris Hilton. Stop. Die heeft er één. Ja. Erik. Het is een rashond. Hij heeft grote oren. Hij is langharig. Stop. Wat waren de handen? Tjonge, ja, hij komt uit Mexico. Is vernoemd naar een Mexicaanse provincie. Het is het kleinste hondenras. Het is dus een schoothondje. Dat is misschien een synoniem voor dat andere woord wat ik niet in mijn mond durf te nemen. De tussenstand. Thierry heeft 90 seconden, Maurice heeft 102 seconden en Erik 1 seconde meer. Gaat daardoor wel op kop. 103 seconden. En we gaan naar de derde ronde. Ja, en in die derde ronde komt het er een beetje op aan. Dat is een lastige. Dat is de zogeheten puzzelronde. We zoeken 3 verbanden die elk worden omschreven met 4 trefwoorden. Bij elk goed antwoord win je 30 seconden.
Maar let op de tijd, want de seconden tikken af. En voor de nieuwkomer Thierry geef ik nog even een tip. Lees die woorden hardop, dan associeer je beter. En als je het goed doet, dan kun je een hoop seconden verdienen. Thierry, jij hebt het minste aantal seconden. Jij mag beginnen. Hier is de eerste puzzel. Tennis, kokosmelk, India, Agassi, dus tennis, Jan Huis, dus ook de Grand Slam. Wimbledon, tennistoernooi, wereldranglijst, sport. Kokosmelk, India, curry, pittig. Curry is goed. André, Grand Slam, vrouwen, jurk, stop. Maurice? Steffi Graaf, stop. Is goed. Erik? Tom, stop. Ja, is goed. Dat waren ze. De volgende puzzel is voor Maurice. Latijns-Amerika, Brussel, Chavez, Caracas, Venezuela. Goed. Grachten, Bitter, Brussels, onder de linden. Nee, roos, kooltjes, lucht, dier. Grachten, Bitter, Brussels, lof. Stop. Thierry? Regenjas. Stop. Erik? Kermis. Linden, Antwerpen. Stop. Ik zei het ook niet. Ik weet het ook niet. Nee. We zochten... Gordel, ja. Oh. En spruitjes. Ja. Brusselse spruitjes? Ja, Brusselse spruitjes. In het Frans heet ze ook Sous de Bruxelles. Ja. Volgende puzzel, die is voor Erik. Tante Lien, Titia Konijn, Abba Klokhuis, god, hoe weet je ook alweer. Gekleurde laagjes, kort. De deftige dame. Een zuurstok. Kort, lang. Indonesië. Songfestival. Wieteke van Dort. Dat is goed. Stop. Thierry. Waarom moet ik steeds eerst? NOS. 8 uur journaal. Jamin. Hanneke Groenteman. Stop. Boys. SOS. Is goed. Engelse drop, stop. Ja, is goed. Ja. Tussenstand. 66 seconden voor Thierry. 125 seconden voor Erik. En Maurice gaat nu op kop met 200 seconden. We gaan naar de vierde ronde. De vierde ronde heet de galerij. Ieder van jullie krijgt straks 8 afbeeldingen te zien met een overkoepelend thema. Jullie proberen elke afbeelding te raden. Weet je het niet? Dan pas je en krijg je de volgende afbeelding te zien. Per goed antwoord is 15 seconden te verdienen. De andere kandidaten mogen de ontbrekende antwoorden aanvullen. Thierry, ja. Jij mag wederom beginnen. Hier is de eerste galerij met die 8 afbeeldingen. Chairman Mao. Voorzitter Mao. Ja. Hoe heet hij uit Syrië? Assad. Goed. Boris Yeltsin. Nee. Slobodan Milosevic. Ja. Dit is... Pas. Ja, volgende. Kim Jong-il. Mm-hmm. Kim Jong-soon. Kim Il-sung. Ja. Tutu? Nee. Volgende. Pinochet? Ja. Deze week niet. Volgende. Oké, dat waren ze. Er zijn er nog 3 over. Erik, jij mag het zeggen. Fidel Castro? Ja. Charles Taylor? Nee. Stop. Maurice? Mugabe, stop. Ja, dat was goed. Ja, en er was er nog 1 over van deze allemaal lachende dictators. En dat Mubarak. Is Mubarak. Ja, die zijn we al bijna vergeten. Oh, ja, dat was ooit de Egyptische president. Ja. Misschien nog een klein dompertje. Dat na 3 jaar Egyptische revolutie en opwinding...
dat in feite Mubarak is opgevolgd door de volgende generaal en dat er aan de legerdictatuur in Egypte helemaal niets veranderd is. Ja. Al die moeite is voor niks geweest. Nou ja, ja, ja. Zo gaat het. Het is een passende reactie op mijn dompertje dat het in die landen gewoon niks wordt. Wij gaan verder. Erik, de volgende is voor jou. Polen. Nee. Pas. Luxemburg. Ja. Groot-Brittannië. Griekenland. Nee. Griekenland is goed. Spanje. Ja. Tsjechoslowakije. Hongarije. Nee, Zwitserland. Ja. Macedonië. Nee. Pas. Ja. Pas. Oké, er zijn er nog drie over. Thierry, jij mag het zeggen. Portugal. Ja, is goed. Montenegro. Nee. Stik aan je tijd, hè? Stop, ja. Maurice. Pas. We zochten dus de landcodes, hè, wat je op je auto hebt. Dit is Monaco. En dit is Vaticaanstad. Ja. 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 Maurice, voor jou is de volgende galerij. 8 afbeeldingen, daar komen ze. Een ei. Een pas. Oh god, een kievitsei. Is goed. Een pas. Pas. Pas, geen idee. Een kikkerdril. Pinguïn-ei. Pas. Een Fabergé-ei. Dat is goed. Ja. Ja, ik ben meer van de juwelen dan van de vier. Ach ja. Goed, een cherry. Je mag het proberen. Kip, eend en struisvogel. Ja. Stop. In ieder geval kip en struisvogel. Ja, Erik. Een gans. Nee. Pas. Nou, het ging dus om eieren, hè? Ja. Dat is wel duidelijk. En we hadden nog een haaien-ei. Oh. En dit is het pinguïne-ei. En dan hadden we een schildpad-ei. Nou ja, dat was het dan wel zo'n beetje. En we kijken naar de tussenstand. 128 seconden voor Thierry, 177 seconden voor Erik. En Maurice gaat op kop met 234 seconden. En we naderen het beslissende moment. De spanning is voelbaar hier in de studio. In de volgende ronde wordt bepaald wie de slimste mens van de dag is en terug mag komen. En wie in de finale gaan strijden om dat andere entreebewijs voor de volgende aflevering. Dus op naar de beslissende ronde. In de ronde het collectieve geheugen krijgt ieder van jullie een beeldfragment te zien. Daarna jullie moeten proberen de 5 bijbehorende trefwoorden te noemen. Het eerste goede trefwoord levert 10 seconden op, het tweede 20 en zo door naar de 50 seconden. Kan lekker aantikken. Als je past, mogen de andere kandidaten antwoorden. Thierry, het eerste beeldfragment is voor jou. U belde op 1 minuut voor de uitzending. Ja. Waarom? Omdat ik zelf duidelijk aanwijzingen heb gehad dat het herhalen van een dergelijke uitzending voor de Nederlandse televisie consequenties kan hebben voor Nederlanders in Teheran. Ik kan en wil u niets verbieden op dit punt. Ik zeg alleen, wilt u deze overwegingen in ieder geval bij uw eigen besluitvorming betrekken? Zeg het maar, Thierry. Paul Witteman van 8, ja. Iran contra schandaal. Nee, het ging over de vrijheid van meningsuiting. Dat ging over Salman Rushdie, duivelsverzen. Dat was iets anders. Wat had het ook alweer? Stop. Erik. Khomeini. Ja. Salman Rushdie, duivelsverzen, fatwa. Pas. Maurice, weet jij het? Rudy Karel. Ja. Achter het nieuws. Pas. Ja. En slipjes. Wat was het geval? We spreken 1987. Rudy Karel, wereldberoemd in Duitsland, had een parodie. En daarbij werden slipjes gegooid naar een zogeheten Khomeini. En daar was Iran woedend over. En dat ging achter het nieuws.
met Paul Witteman, toen nog een echte jongeman. Die gingen dat uitzenden en die gingen dat nog eens een keer laten zien. En dat wilde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, voorkomen. Maar wat heeft de VARA uiteindelijk gedaan, Maarten? Dat weet ik niet. Maar het blijft een lastig punt. Moet je de buitenlandse naties onder druk laten zetten op het punt van de vrijheid van meningsuiting? Ons kan het geen klap schelen. Hè? Of moet je dat niet doen? En eigenlijk moet je natuurlijk toch principieel zijn en zeggen, ja, sorry, maar daar kunnen we ons echt niks van aantrekken. Welkom in de finale. Wie het eerste tijd van de ander op 0 seconden brengt, wint de finale. Jullie krijgen steeds 1 vraag waar we 5 antwoorden bij zoeken. Voor elk goed antwoord dat jullie geven, gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. Degene met de minste seconden mag beginnen. Dat is in dit geval Thierry. Daar komt hij. Wat weet je van de Amerikaanse dollar? De Fed is de bank. De dollar komt van Daalder, Nederlandse munt. Pas. Erik. Een dollar is groen. Het is het meest gebruikte betaalmiddel ter wereld. Pas. Het is een munteenheid. Ja. Het is een ankervaluta. Ja. Presidenten die staan er nog wel eens op, alleen als ze overleden zijn. Het is de greenback, dat is de Amerikaanse bijnaam. En er staat op in God we trust. Zo simpel was het. We gaan verder. Thierry, jij mag wederom beginnen. Wat weet je over All You Need Is Love? Liedje van de Beatles, Franse volkslied, televisieprogramma met Robert en Brink. Ja. Mensen die van elkaar houden, pas. Erik? Het werd uitgezonden op RTL 4. Ja. Het ging over de liefde, over mensen die geheime boodschappen. In een caravan zaten ze te wachten, stop. Ja, caravan is ook goed, ja. Ja, de kerstspecial, jaarlijks kijkcijferkanon. En Frans Bauer die heeft zijn tv-debuut daar gemaakt. 2 vrouwen dongen naar zijn hand. Kijk eens aan. Thierry, jij hebt 67 seconden. Je zit nu echt in de gevarenzone. Als Erik 4 goede antwoorden geeft, dan ben jij weg. Maar jij mag beginnen. Dat is een groot voordeel. Wat weet je, en daar weet je vast veel van het Rode Kruis. Florence Nightingale, Krimoorlog, slag bij Solferino, 1857, stop. Erik. Ziekenhuizen, het is bedoeld om mensen te helpen, EHBO, internationale hulpverlening, hulporganisatie, stop. Ze zijn neutraal, ze kiezen geen partij. Henri Dunant is de oprichter. In islamitische landen is het de rode halve maan. En ze hebben heel veel vrijwilligers. 97 miljoen wereldwijd. En hoeveel procent daarvan is moslim? Dat moet je mij nu even niet vragen. Je hebt 40 seconden, Thierry. 2 goede antwoorden van Erik en je bent weg. Let op. Yes. Het kan nog altijd. Ja, het is, bij wijze van spreken. Ja. Wat weet je van Malevich? Schilder, ja. Boek met. Stop. Erik. Zwart vierkant. Rusland. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Constructivisme. Ja. 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 Ik moet eerlijk zeggen, het zat er wel een beetje in. Ja, het zat er wel een beetje in. En ik geef nog eventjes de goede antwoorden. Zijn voornaam was Casimir. En hij heeft onlangs in het Stedelijk Museum een grote en prachtige expositie gehad. We zijn er maandag weer. Dan wederom met Maurice Wijnen en met Erik Dijkstra. En met Katrien de Keil. Ondertussen kunt u thuis natuurlijk de slimste mens spelen via de app. Met dank aan Maarten van Rossum, onze onvolprezen eenmansjury. Graag tot maandag.